Oranje Nassau vocht zaterdag voor de laatste kans om zich te handhaven in de zaterdag hoofdklasse C. Maar dan moest er wel gewonnen worden van het sterke CSV Apeldoorn, terwijl concurrent Urk moest verliezen in Nunspeet. Alleen dan kan ON zich via een beslissingswedstrijd tegen datzelfde Urk nog redden. Het doel was dus duidelijk, er moest gewonnen worden. De thuisploeg krijgt ook het eerste kansje van de wedstrijd. Na een lange aanval komt de bal terecht bij Jaap Jacobs, maar zijn schot gaat net over. De spanning is voelbaar en aanvoerder Jasper van Buiten maakt een stevige overtreding en komt goed weg zonder een gele kaart. CSV Apeldoorn is in de eerste helft de betere ploeg, maar ON loert op de kansen. De snelle Schrijver met een grote mogelijkheid, hij komt alleen voor de keeper, maar schiet te slap in. In balbezit speelt de thuisploeg verzorgd voetbal. Spits Thomas Kareman met een goede actie, net iets slimmer dan zijn directe tegenstander en zijn schot scheert de lat. CSV Apeldoorn heeft nog geen grote kansen gehad, maar dit ziet er gevaarlijk uit. De verdediging grijpt niet in en Richard van Beek met de openingstreffer. ON staat vlak voor het einde van de eerste helft met 1-0 achter. Na de treffer maakt de ploeg van Henk Konings een aangeslagen indruk en geeft te veel ruimte weg. Gevaarlijke voorzet, maar de bal wordt gelukkig net naast gekopt. Vlak voor rust, de sterk spelende Maudo Nayang met veel ruimte, maar hij wordt keihard gestopt door Tjern Boksem. Terecht geel, ON gaat rusten met een 1-0 achterstand. In de rust wordt duidelijk dat Urk achterstaat in Nunspeet. Bij winst kan Oranje Nassau zich nog redden, maar dan moeten de kansen wel benut worden. De thuisploeg gaat op zoek naar de gelijkmaker, goede actie van spits Kareman. Hij gaat de 16 meter binnen en wordt neergelegd. Een penalty voor de Groningers. Ezra Schrijver achter de bal. Hij houdt zijn hoofd koel. 1-1 en ON leeft nog. Er is nu meer vertrouwen bij de thuisploeg. ON speelt nu het beste spel van de wedstrijd. Fantastische paas van Kareman en Wouter van Aanholt. Maar de middenvelder laat een grote kans onbenut. Het is nu een heerlijke pot voetbal. Beide ploegen spelen vol op de aanval. Ook Apeldoorn heeft een overwinning nodig om een periode te pakken. In de tegenaanval de kans voor de aanvallers van ON. Er komt steeds meer ruimte op het veld en de spanningen en emoties lopen steeds hoger op. Na de kansen wordt ON moe. De ploeg maakt meer fouten en CSV Apeldoorn profiteert. Gevaarlijke aanval en de verdediging wordt simpel uitgespeeld. Jaap de Brouwer tikt binnen. Oranje Nassau staat na 70 minuten met 2-1 achter. De thuisploeg blijft vechten voor de laatste kans. Ezra Schrijver met de gelijkmaker. Nee, de bal verdwijnt net naast de verkeerde kant van de paal. Oranje Nassau laat de kansen liggen en in de slotfase gaat het helemaal mis. Apeldoorn maakt gebruik van de ruimte die de thuisploeg weggeeft. Mooie actie van Modu Nayang. Hij passeert 1, 2, 3 man en geeft Danny van Loen een niet te missen kans. 3-1 en ON is verslagen. In de slotminuten loopt de score nog hoger op. Apeldoorn krijgt alle tijd en Steven van Es maakt de laatste treffer van de wedstrijd. Eindstand 4-1. En Oranje Nassau is hoofdklasse af. Ja, super balen. Ja, we zijn er voor gegaan vandaag, denk ik. En echt alles aan gedaan. Ik denk ook dat we de wedstrijd hadden kunnen beslissen op een gegeven moment. Ja, dat mocht niet zo zijn. En verschrikkelijk balen. Gewoon, ja. Thomas, hoe pijnlijk is dit? Ja, het is natuurlijk heel pijnlijk dit. Als je bent hoofdklasse waardig, denk ik. Daar heb ik het met Esra ook al over gehad. Ik denk dat wij een goede selectie hebben. Voorin hebben we veel goals gemaakt. Achterin knokken we er goed voor, middenveld hebben we de balans. Dus ja, het is heel zielig dat je gedegradeerd bent.